begon. Patricia Robben en Mireille Jansen. Jullie organiseren dit wijkontbijt. Hoe zijn jullie hiertoe gekomen? Wij zijn meerdere mensen zijn benaderd via uh, Gerda. Gerda die werkt voor de Radboud Universiteit en voor de GGD Gelderland-Zuid. Meer voor elkaar. En daardoor zijn wij met z'n allen begonnen om dit project. Er zijn meerdere groepen. Er is een groep uh, die zich ingezet heeft voor het schoolzwemmen terug te krijgen. Er is een groep voor financiën, armoede en kinderbeleid. Er zijn uh, meerdere groepen. Dus, uh, ja. Oké, okay, jullie doen het vast niet alleen. En uh, er zijn natuurlijk vrijwilligers ook nog. Jullie zijn zelf ook vrijwilligers, neem ik aan. Maar uh, hoeveel vrijwilligers hebben jullie om en nabij? Oeh. Ik gok een beetje op. Twintig. Uh, is dit nieuw of bestaat dit al een poosje? Uh, dit is de tweede keer dat we dit organiseren. Als uh, ontbijt of als uh, paas? Wijkontbijt. Paasontbijt komt nu erbij, omdat het paas is, maar normaal is het wijkontbijt. Oké, okay, wat, uh, wat zijn jullie uh, verwachtingen daarvan? Mensen bij elkaar te brengen, gezelligheid. En, en komt er wat uh, aan mensen? Ja, het worden er steeds meer. En er worden ook, we gaan waarschijnlijk meerdere thema's erin brengen. We zijn ook in, ja, een beetje aan het ontwikkelen en nadenken om een keer alle partijleiders aan tafel te krijgen. Om over verschillende onderwerpen te gaan praten. Dus iedere keer zorgen dat er mensen bij elkaar komen. En of dat ouderen zijn, jongeren zijn, daar gaan we allemaal steeds verder uitbreiden. Moeten de mensen zich van tevoren aanmelden of hoe, hoe gaat het in zijn werk? Ja, we laten de mensen wel aanmelden, zodat we weten hoeveel personen we ongeveer rekening mee moeten houden. Ja, ja. Um, zijn er in WG veel eenzame mensen? Ja, helaas uh, nog steeds. Veel, uh, veel ouderen, maar ook uh, veel uh, alleenstaande vaders of alleenstaande moeders. En uh, daarvoor zijn we eigenlijk uh, ook hetgene gestart. En uh, uh, ja, van mond op mond hopen dat je die mensen achter de voordeel uit uh, gaat krijgen en uh, samen aan een ontbijt krijgt. Is Wiegen noord een uitgesproken uh, wijk voor eenzame mensen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat het ook uiteraard Overal. in de andere uh, gebieden is. Maar ik denk dat het uh, uh, belangrijk is dat we niet alleen op Noord uh, richten. Uh, het heet samen Noord, maar uiteraard zijn alle mensen van uh, de gedeelte van Wiegen en de omliggende dorpen van harte welkom. Uh, ze moeten dus uh, 2 euro betalen. Het is, het is helemaal niks. Maar uh, is dit kostendekkend of zijn jullie nog met sponsors in de weer? Nee, dit is kostendekkend. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan.